Boer te werken. Dürrenberger. Niedermeyer. Rummenigge. Niedermeyer. En de voorzet. Müller gaat scoren. Nee. Wat scheelt het? Deze schande blijft dan toch Ajax bespaard. En dan gaat Piet Schrijvers uitvallen. Terwijl wij naar de herhaling kijken waarin Gert Müller bijna scoorde. Een beetje vuur hier en daar op de tribune. Terwijl die verschrikkelijke Rummenigge alweer aanstalten maakt om te scoren. Hij laat het over aan Breitner. Nee, Jager redt. Jager die is ingevallen voor Piet Schrijvers. Van Ling. Weggehaald Leerbu, daar komt weer een kans. En het is een goal. Breitner krijgt de goal op zijn naam. U kijkt naar de herhaling. En daar ziet u zijn diagonale schot. Onhoudbaar. Het is 7-0 door Breitner. Hier een flonkerend Ajax-avondje van had willen maken. En die de kans niet heeft gekregen. Doordat zijn ploeg faalde. Leerbu. Krol. En daar komt Breitner weer op. Wie zal hem stoppen? Rummenigge, wie zal hem stoppen? Het ziet uit naar 8-0. Kijken, het is 8-0. Ongelooflijk. U ziet het nogmaals. Feilloos afgewerkt. Rummenigge. Die daarmee zijn vierde goal scoort. Is illustratiever dan woorden, denk ik. Cruijff. Meijer. Schot. En De Zep plukt. En een voortijdig einde. Waarschijnlijk om Cruijff de gelegenheid te geven nu alleen het veld af te gaan. Ja, dat doet hij. Handjes schudden met Gert Müller. Ja, het is een aftocht waarvan we ons iets anders hadden voorgesteld. Die veel mooier had kunnen en moeten zijn. Dan bij deze 0-8 stand. En in een laatste wedstrijd in Nederland. Waarin hij, al wordt hij hier ook gehuldigd, niet heeft kunnen schitteren. Nico Scheepmaker heeft van hem geschreven. Hij dribbelt door onze dromen. Maar de man die vanavond door de werkelijkheid heen ging met fameuze dribbles. Dat was een ander, dat was Karl-Heinz Rummenigge, een 22-jarige Duitser. Niettemin, zijn hele loopbaan overziende, is het natuurlijk uiterst verdiend dat Cruijff hier nog een keertje wordt toegejuicht. En dat hij hier gehuldigd